Een boom die omviel tijdens de hevige storm heeft meerdere grafzerken vernield. Ik werd gebeld door mijn oudste zoon rond 1:30. En die belde me op en zegt: pap, het graf van mama is onder een boom terechtgekomen. En ik denk dat het niet goed is. Ja, daar schrok ik van. Dus ik ben gelijk in de auto gesprongen. Ja, en toen zag ik de plaat die nu hier ligt op het graf van mijn echtgenoot, die overleden is. En die plaat lag daar, die lag ongeveer 4-5 meter verderop. Die was door die boom enorm uit zijn sokkel gerukt, want hij stond vast in een betonnen blok wat hier in het graf ligt. En dat was een beetje een triest aanzicht natuurlijk. Het graf is van dichteres Simone Hoek, die op 49-jarige leeftijd in 2002 overleed. Het is natuurlijk een enorme zware plaat. Het zijn drie lagen die op elkaar gelijmd zijn, met een gedicht erop aan de voorzijde. We konden toen nog niet zien of hij beschadigd was of niet. We zagen hem alleen wel liggen onder die enorme takkenbende die er lag. En dan moesten we wachten tot ze begonnen te zagen. Ja, en toen kwam die plaat eruit. Dus we zagen inderdaad dat hij gewoon vernield was. Dat was echt toch wel triest om dat te zien. De gemeente Hollands Kroon gaat alle schade aan de grafzerken vergoeden. Gisteren ben ik gebeld, gistermorgen, met de mededeling dat alle schade door de gemeente gecompenseerd zou worden. En dat mag toch wel even dat vind ik uitermate sympathiek, gezien ook toch wel de vervelende toestand waarin je zit.